Vanavond, jongens en meisjes, gaat het allemaal gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik zal jullie eerst even kort uitleggen, als jullie allemaal stil zijn, dat groep 1 tot en met 8 heeft gewerkt de afgelopen weken met een project. En dat project heette Voor Donkere Dagen. Alleen, er was wel een verschil. Want niet iedere groep heeft hetzelfde gedaan. Namelijk groep 1, 2 en 3. Daar speelden twee muizen, Mart en Klaasje, een hele belangrijke rol. En ja, Mart en Klaasje durfden, die wilden hun winterslaap gaan houden, maar ze durfden niet, want ze dachten dat het voor altijd donker zou blijven. In groep 4, 5 en 6, daar speelde het meisje Carlijn een grote rol. Zij lag tijdens de feestdagen met Sint-Nicolaas en Sint-Maarten, lag ze in het ziekenhuis. Maar gelukkig is ze nu met de kerstdagen thuis. In groep 7, 8 waren het Erik en opa. Erik die vond dat hij maar wat vaker bij zijn opa langs moest gaan, want opa was maar zo alleen met deze donkere dagen en hij vond het toch veel leuker om het samen met zijn opa te gaan vieren. Nou, al deze hoofdrolspelers, Mart en Klaasje, Carlijn en Erik, komen ook in dit kersttoneelstuk voor. Maar er gaat nog veel en veel meer gebeuren, want de musical gaat eigenlijk over de droom van Carlijn. Heel veel plezier. Als inleiding hebben jullie het lied gehoord Wij komen tezamen. En alle kinderen en leerkrachten van de Landmansschool zijn hier allemaal bij elkaar gekomen om alvast een beetje kerstmis te vieren. Kerstmis, het feest van licht. Maar wat vieren we nou eigenlijk? De vakantie? Misschien krijg je cadeautjes met kerstmis. Of misschien andere leuke dingen. Maar waar gaat het met kerstmis nou vooral om? Dat zullen we hopelijk in dit kerstspel kunnen merken. We beginnen met een lied over deze tijd van het jaar. Het is al langzaam winter aan het worden. Elke dag werd het een paar minuten eerder donker. En we zijn al bijna bij de langste avond van het jaar. De donkerste dag. Als het lied uit is, moeten jullie muisstil zijn. Want het begint met iets heel kleins. Donkerder en donkerder, de dagen worden korter, de aderen stem afdoen.
kamer. Hoor je geen bomen? Een boom in de kamer, dat is alleen met kerstmis. Ja, maar wacht eens even. Het zal toch wel doorgaan, hè? Die boom is niet versierd. Er zijn geen lichtjes. Het is helemaal donker. Sst, daar komen mensen. Hoi. Zet even de kerstmuziek af, Klein. Vind je dat erg? Nee hoor. Russische vliegtuigen hebben gisteravond laat het Tsjetsjeense hoofdstad Grozny aangevallen. Twee bommen kwamen op 500 meter van het paleis van president Dudayev, dat midden in de stad staat. Het is voor het eerst dat de Russische luchtmacht het centrum van Grozny heeft aangevallen. De afgelopen dagen worden vooral buitenwijken en voorsteden onder vuur genomen. Een poging om te onderhandelen over de crisis is gisteravond mislukt, doordat Rusland en Tsjetsjenië het niet eens konden worden over de plaats van de besprekingen. Oud-president Carter van de Verenigde Staten is aangekomen in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Hij zal daar vanavond praten met de Bosnische president Izetbegovic. Het is de bedoeling dat de oud-president later een ontmoeting heeft met de leider van de Bosnische Serviërs. Zo kan ik nog niet schrijven met al dat gepraat. Wat schrijf je dan? Oh, nou, ik had een droom over kerstmis. Nu schrijf je op wat je gedroomd hebt. Ja, voor iedereen die bij mij op bezoek kwam in het ziekenhuis. Ik ben zo blij dat ik net voor kerstmis weer naar huis mocht. Weet je, die dagen in het ziekenhuis waren zo saai, zo rottig, zo vervelend. Echt, ja, helemaal niet leuk. Hoe zeg je dat ook alweer? Donkere dagen. Dat weet ik wel. Met opa was het net zo. Hij zit nu ook maar zo alleen, nu oma er niet meer is. Daarom ben ik de laatste tijd wat vaker bij hem binnengevallen. Even een praatje maken. Dat heb ik gemerkt in het ziekenhuis. Had je nou echt geen tijd om ook eens bij mij op bezoek te komen? Ik ben wel stoer en zo, maar ziekenhuizen. Hey, kijk daar, een muis. En daar nog één. Wij zijn kinderen en kinderen zijn dol op muizen. Alleen jullie lieten me zo schrikken. Wat doen jullie hier? We gaan onze winterslaap houden. Maar Mart is zo bang. De dagen worden steeds korter. Het is elke dag vroeg donker. Als dat zo doorgaat, blijft het op het laatst altijd donker. Ja, het komt in de winter, maar kerstmis komt in alles.
Heb maar goed op, kun je zo weer slapen. Staat hier jouw droom op, Carlijn? Ja. Mogen alle kinderen ernaar kijken? Ja. Zal ik hem intussen een stukje voorlezen. De droom van Carlijn. Deze droom begint zo. Het was koud en donker in onze kamer. Het leek wel of er geen lichtpuntjes waren. Geen hoop op betere tijden. Toen ging opeens de kamerdeur open en zag Carlijn Jozef en Maria binnenkomen. Hij, Jozef, was een arme man die op reis gestuurd was door de regering. Zij, Maria, had pas een babytje gekregen. Ze hadden niets. Geen kleertjes voor hun kind. Geen geld. Geen brood. Alleen elkaar. Maria, lijkt ons dit iets voor deze nacht? Voorlopig wel, hè? Laten we maar proberen om hier even uit te rusten. Maria en Jozef gingen in hun stal zitten. Gewoon in onze kamer. Toen kwam er een herder binnen. En hij leek wel op zoek naar die stal. Die herder had als eerste het goede nieuws gehoord.